Bij het ontwerpen en technisch uitwerken van gebouwen moeten architecten rekening houden met steeds meer regels en eisen. Het bouwbesluit stelt een hele reeks voorwaarden aan de afmetingen en ligging van ruimte en aan de toe te passen bouwmaterialen. Bovendien moeten gebouwen voldoen aan steeds strengere eisen ten aanzien van onder andere energieprestatie, daglichttoetreding, ventilatie en geluidwering. Deze problematiek is al bij het maken van de eerste ontwerpschetsen van invloed op het ontwerpproces van de architect. Ook in alle volgende fasen moeten ontwerpbeslissingen worden getoetst om ervoor te zorgen dat het uiteindelijke ontwerp voldoet aan de regels. Tot slot moet bij het indienen van de bouwaanvraag, middels rapporten en berekeningen, worden aangetoond dat het ontworpen gebouw inderdaad aan alle eisen voldoet. De normworm biedt architecten voor deze problematiek een eenvoudige, heldere en betrouwbare oplossing. De normworm wordt gemaakt door de Twee Snoeken Automatisering, waar vaak in samenwerking met wetenschappelijke instituten zoals de Technische Universiteit van Eindhoven en TNO voortdurend wordt gewerkt aan toonaangevende software voor de bouw. Met de normworm kunt u de eerste ontwerpideeën snel toetsen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u verwacht dat in een bepaalde ruimte te weinig daglicht aanwezig is door belemmeringen of overstekken. In zo'n geval voert u een beperkt aantal gegevens in en de normworm geeft u direct antwoord. Middels een rood of een groen lampje kunt u zien of het getoetste aspect voldoet. Zo niet, dan kunt u direct opvragen waar het nog aan schort, zodat u de gewenste maatregelen kunt nemen. Als u wilt, kunt u nu ook direct de relevante paragrafen in het bouwbesluit oproepen. Op een vergelijkbare manier kunt u met de normworm snel nagaan of een bepaalde aanpak leidt tot een aanvaardbare energieprestatiecoëfficiënt, een goede ventilatie of de juiste geluidwering. De grote kracht van de normworm zit hem in de mogelijkheid om op basis van één centraal rekenmodel meerdere toetsen tegelijkertijd uit te voeren. In één oogopslag kunt u door middel van rode en groene lampjes zien aan welke eisen en normen al dan niet wordt voldaan. Hier ziet u bijvoorbeeld een gebouw waarin te weinig ventilatie aanwezig is. De normworm denkt mee en geeft aan dat de toegepaste roosters een bepaalde ventilatiecapaciteit moeten hebben. In de normworm database kunnen we nu een ander rooster kiezen dat voldoet aan deze eis. Via de directe zoeksnoekkoppeling kunnen we meteen nadere informatie over dat rooster opvragen. Als we dit rooster nu kiezen, zien we direct dat nu aan de ventilatie-eis wordt voldaan. Wat u echter ook direct ziet, is dat het nieuwe rooster ervoor zorgt dat de geluidseis niet meer wordt gehaald. Door nu een geluidwerend rooster te kiezen met een vergelijkbare ventilatiecapaciteit, wordt ook dit probleem opgelost. Op deze manier stelt de normworm u in staat om in alle fasen van het ontwerpproces de consequenties van uw ontwerpbeslissingen in één oogopslag te overzien. Natuurlijk kunt u alle benodigde gegevens gewoon in de normworm intypen. U kunt echter nog veel efficiënter en sneller werken als u gebruik maakt van de mogelijkheid om een directe koppeling te maken met de CAD-tekeningen. Via de tekeningkoppeling wordt er een directe link gelegd tussen het rekenmodel en de in de tekening aanwezige lijnen, bloks en andere elementen. De afmeting en ligging van deze elementen worden vanaf dat moment direct uit de tekening ingelezen. Het op deze wijze opmeten van de relevante gebouwonderdelen gaat vele malen sneller dan met de hand. Bovendien is de kans op het maken van opmeetfouten nihil. Soms ontbreken voor de toetsing noodzakelijke elementen in de tekening. Zo worden ruimtes bijvoorbeeld meestal niet getekend. In zo'n geval is het mogelijk om die elementen direct vanuit de normworm aan de tekening toe te voegen. Als eenmaal een koppeling is gemaakt, zullen alle veranderingen in de tekening ook direct doorwerken in de normwormberekeningen. Met de normworm ziet u dus, zonder extra inspanning, direct de consequenties van geometrische wijzigingen in het ontwerp. Om van de tekeningkoppeling gebruik te kunnen maken, hoeft u dus niet te werken volgens een bepaalde werkmethodiek. Ook al tekent u uitsluitend 2D en met losse lijntjes, dan nog levert de tekeningkoppeling u een enorme snelheidswinst op. De normworm kan gekoppeld worden aan meerdere tekeningen tegelijk. De normworm kan werken met tekeningen in AutoCAD en Archi. Bovendien is een versie beschikbaar voor DXF-tekeningen. De normworm levert van alle uitgevoerde toetsen en berekeningen uitgebreide en overzichtelijke rapporten die u kunt indienen bij de bouwaanvraag. De kwaliteit van de normworm is positief beoordeeld door het platform Digitale Toets, dat in het leven is geroepen door het ministerie van VROM. De leden van dit platform waren onder meer vertegenwoordigers van de afdeling bouw- en woningtoezicht van verschillende grote gemeenten, de BNA en NEN-normdeskundigen. Een aantal gemeenten gebruikt inmiddels zelf de normworm om bouwaanvragen te controleren. Met de normworm houdt u in alle fasen van het ontwerpproces de vinger aan de pols van de regelgeving. Hiermee voorkomt u dat in een laat stadium kunstgrepen noodzakelijk zijn om het gebouw alsnog aan de regels te laten voldoen. Daardoor zullen gebouwontwerpen zowel technisch als esthetisch aan kwaliteit winnen. Met de normworm bent u minder afhankelijk van externe adviseurs en kunt u uw opdrachtgevers een completer dienstenpakket bieden. U kunt op elk gewenst moment toetsen zonder extra kosten. Behalve toetsen bevat de normworm ook het complete bouwbesluit en relevante wetten en uitreksels van normen. Via een slim zoeksysteem vindt u snel uw weg in het oerwoud van regels waarmee u te maken heeft bij het ontwerpen van gebouwen. De investering in de normworm is zowel financieel als in opleidingstijd laag, zeker als u het vergelijkt met wat het u oplevert. De normworm is onderdeel van het digitale huis. Continuïteit is dus gewaarborgd. Heeft u interesse in de normworm? Neemt u dan even contact met ons op. Wij zorgen dan voor een nadere kennismaking.